Bij werknemers van grote bedrijven als Shell, DSM en KLM bestaat grote belangstelling om mee te doen aan regelingen waardoor ook de pensioenopbouw boven de 100.000 euro kan doorgaan. Sinds de pensioenregels op 1 januari 2015 werden gewijzigd, is op een fiscaal aantrekkelijke manier sparen voor pensioenen boven de 100.000 euro niet meer mogelijk. Lang niet alle pensioenfondsen bieden deze faciliteiten, ze verwijzen hun werknemers door naar verzekeringsmaatschappijen.